submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Iedereen, welkom bij Terugvlucht. Dinsdag was er Villarreal tegen Juventus. Daar stuurden we Peter van den Bemt en Gert Verheyen naartoe. En het kwam goed uit dat ze maandag al moesten vertrekken, want ze hebben zich goed geamuseerd daar in Spanje. Ja, voilà. Valencia. Champions League, winter in Valencia. Koud, koud, koud. Allemaal. Hey Gert, Champions League. Hey, afzien hè man. Zwaar. Onderweg zijn, altijd maar ergens anders. Gert, je was in Valencia van maandagavond al. Je hebt ons wat beelden bezorgd. Het zag er plezant uit. Je hebt je geamuseerd. Ja, absoluut. Ik stel voor dat we alleen vertellen over dinsdagavond. Over maandagavond zal ik zwijgen. Ik heb je ook zien rondwandelen, Gert, in het stadion. En het is een keramiek bedrijf, Pamesa. Er is ook redelijk wat keramiek te zien in het stadion, inderdaad. Dat is echt helemaal. Dat is elke vierkante meter dat er daar vrij is aan de muur, daar hebben ze tegels tegen geplakt. Op de muren, op de plafonds, op de grond. Dat is niet normaal. Dat is eigenlijk één grote badkamer in het stadion. Vlahovic die scoorde al na een halve minuut. Schitterende goal. Hoe zou je hem als spits omschrijven en hoe bevalt hij jou? Ja, ik denk het is toch vooral de sluipschutter. Ik vind dat is geen spits die een heel match doorweegt op een verdediging. Niet dat het een luierik is, dat zeker niet. Maar het is toch een spits die dat je een half uur niet kunt zien. En dan in één keer kan uithalen of iets geweldigs doen in en rond de 16 meter. En een goal maken ook natuurlijk. Dat is echt wel een hele goede afwerker. Die goal was fantastisch gedaan. Maar ook in de tweede helft, waar je vinden ze het moeilijk had, weinig aan de bal kwam. Ja, ineens vijf minuten voor tijd draait hij en schiet hij weer. Dat toch een goede redding nodig was van Rudy. Waar is de VAR? Kijk, oh nee, dat is niet op de voeten. Dus, dat is gewoon rood. Dat is rood. Waar is de VAR? Waar is de VAR? Op de knie. Zou Peter van den Bent de VAR al hebben gevonden daar in het stadion van Villarreal? Dat denk ik niet, omdat de VAR denk ik niet aanwezig was gisteren. Het is onbegrijpelijk dat hij niet tussen kwam. Dat was een schandalige fout van Rabiot op Chukwueze. Je kunt een beetje over de bal gaan. Dat is eigenlijk al rood. Dit was serieus over de bal trappen en vol op het been. Dus nee, dat was onbegrijpelijk dat hij niet tussen kwam. Alright, dankjewel Gert. Live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Quand on voit le nom de Chelsea apparaître, on dit quoi? Moi je me dis, c'est beau. C'est la seule chose que je me dis. Je me dis c'est beau, ça va être dur, mais c'est exceptionnel. Quel joueur ne rêverait pas de jouer à Stamford Bridge? Louis, het meest opvallende aan de match van gisteren tussen Chelsea en Lille was de positie van Amadou Onana. Hoe vond jij hem acteren als een soort tweede spits? De eerste helft vond ik hem matig. De tweede helft, kwartier, 20 minuten dat hij nog meespeelde, deed hij goede dingen. En voelde je toch wel dat hij meer en meer gewend werd aan zijn nieuwe positie. De positie die hij in Wolfsburg, toen hij inviel, mocht bekleden, maar toen stonden ze voor en was er veel ruimte. Maar daar zie je dan toch wel dat hij met zijn voeten toch nog wel wat progressie heeft. Ja, de goal! Daar is hij al! Daar is hij al, de goal! En het is Kai Havertz, de gevaarlijkste man in de openingsfase. Kanté, goed balletje. En daar is de dubbele voorsprong voor Chelsea. Christian Pulisic. Een beetje Chelsea van vorig seizoen, hè. Afwachten, voetballen van achteruit en dan opeens toch gaan counteren.
En Lille gaf hen door de manier waarop ze voetbalden wel de mogelijkheid om dat te doen. Tuchel zal zich wel geamuseerd hebben. Alle romantiek die we dachten bij de terugkeer van Lukaku naar zijn club waar hij als kind al van hoog supporterde. Het is een match made in hell, meer dan een match made in heaven. Ja, dat is het. Zo mag je het stellen. Niet vergeten, speler van het jaar in de Serie A. Dat is ook gemiddeld 21 doelpunten per seizoen. Er wordt gesproken over een miskoop, maar... Ja, hij past daar niet. Hè. Het is gewoon geen ploeg die bij hem past. Of hij past ook niet bij deze ploeg. En de vraag is nu natuurlijk, die meer en meer gesteld wordt, wou Tuchel hem wel? Hè. En heeft hij van in het begin gevoeld dat Tuchel eigenlijk niet zat te wachten op zijn komst? Het is ook niet evident als je Champions League wint, om daar nog iemand bij te zetten in een positie waarvan ze dachten, van die is niet goed bezet. Het is niet dat de helft van de ploeg vertrokken is. Hè? Nee, iedereen is gebleven. Ja. En nu blijkt dat ze hem eigenlijk niet nodig hadden. Wat denk je dan over de return? Want ja, 2-0, is dat al kat in het bakkie voor Chelsea? Of gaat het in Lille toch nog een beetje spannend worden? Mendy nu de vijfde clean sheet van de 6 wedstrijden die hij gespeeld heeft. Ja, dan lijkt het voor Lille een onmogelijke opgave om... minstens 2 keer te scoren. Hè. 2 keer zou kunnen met verlengingen. Maar dan mogen ze ook niks binnenkrijgen. Dat lijkt mij toch gewoon een zaak voor Chelsea. Zelf waren Gert Verheijen, die daar zit trouwens, en ikzelf bij Atletico tegen Manchester United. Veel sfeer in Wanda Metropolitano voor de eerste Europese match tussen Atletico en Man United in 30 jaar. De thuisploeg begint uitstekend en scoort al na 7 minuten een geweldige goal. Kan oppikken. Komt ook Bia is vrij. Lodi gaat buitenom en dan kiest hij voor de center. Dat is een hele goeie en de bal gaat erin. Ja, schitterende goal. João Félix met een fantastische kopbal en vooral de assist van Renan Lodi. Wat een start van Atletico Madrid. Ze presten United weg in die openingsminuten. En de derde kans is meteen de goeie. En het is de 22-jarige Portugees die zijn vierde maakt in deze Champions League. Atletico is nadien nog 2 keer dicht bij de 2-0, maar 2 keer blijft United dankzij de lat in de match. En met hun enige poging tussen de palen wordt het alsnog 1-1. Bruno Fernandes, diepgang bij Elanga. Dat is een goede pas. Hier is United en hij gaat erin. Het is gelijk. Het is Elanga, de invaller. De jonge kerel uit Zweden. Die doet het hier op een zeldzame tegenprik voor Manchester United. Een gevleid gelijkspel voor de Engelsen. Naar Benfica tegen Ajax in Lissabon stuurden we uiteraard Wesley Sonk. Die had daar rendezvous met een paar oude bekenden. Maar ook in de studio hadden we mooi volk met Pierre van Hooijdonk. Jouw jaarlijkse bezoek aan onze Champions League studio. Thuis publiek, Benfica, super. Ik vond de eerste helft was het redelijk kalm, maar de tweede helft super enthousiast. En ik geef dat het team begint goed te spelen en dan gaan we de mensen ook nog eens dubbel zo hard achter slaan. Toffe wedstrijd gezien tussen Benfica en Ajax. Een zeer goed Ajax in de eerste helft. Zeer goed in de combinatie, zeer gevaarlijk, dreigend, infiltraties, doelgevaar. Alles wat eigenlijk Ajax omvat. Dit is wel Ajax. Maar tegelijkertijd ook wat ze, de kansen die ze weggaven, dat doen ze eigenlijk in Nederland ook. Alleen in Nederland krijgen ze niet zulke tegenstand die het zo blootlegt of vertaalt in doelpunt. Dan komen ze eigenlijk vaak mee weg. Ik vind Jan altijd degelijk spelen. Een zeer goede wedstrijd. Degelijk, goede inspeelpasses, verdedigend, zonder risico. Maar ja, vormde een goed duo met Otamendi. Zelf op zijn oude dag doet hij het nog zeer, zeer goed. Ik had gedacht dat Ajax eigenlijk eerder de voorsprong uit zou breiden na 1-3. Maar niets was minder waar, want ja, Ajax heeft de tweede helft geen kans meer gekregen. En... ja, Benfica dat zocht het duel, kreeg het duel en won het duel op fysieke kracht. En met name aan de linkerkant bij Ajax, ja, waar Blind gewoon
vaak weg was en snelheid miste om dat te corrigeren. Ja, daardoor kwamen ze eigenlijk heel erg in de problemen. En ja, dit is een terechte uitslag. Volledige reportage die Wesley draaide met Jan Vertongen zullen we tonen op televisie bij een van onze volgende uitzendingen. Goed, dat was hem alweer. De terugvlucht voor deze week. Graag tot binnen 2 weken. Dan beginnen we aan de terugwedstrijden van de 8e finales. Ja, en wie stuurt mijn bericht? Jan Vertongen. En hij stuurt, gaan we om 12:30 beginnen. Voilà. Dat moet lukken, hè. En ik zeg, ik pas me altijd aan.